Addison. Mijn naam is Jeff K. Elbers. Ik onderneem deze actie omdat ik 3 keer Lidl verwittigd heb dat ze geen Franse reclame mochten zetten. Ik heb hen 2 keer aangeschreven. Ik heb gezegd, abonnement en deur, salut. Dat was in Frans. Ze begrijpen het niet, dus doe ik dit. Ja, nee, u raakt mij niet aan, hè. U raakt mij niet aan. Kijk, dit is geen vandalisme. Dit is verdediging van het Vlaams karakter van Knokke Heijs. Dit is een actie van Heijs Knokke om het Vlaams karakter te bewaren. De tijd van Monsieur Lippens is voorbij. Niemand raakt mij aan. De politie komt. Niemand raakt mij straffeloos aan. Maar de politie zal komen. Ze moeten maar mee ene zijn. Ik ben niet gevaarlijk. Ik ben niet gewapend. Ik ben in het bezit van al mijn geestelijke vermogens. U krijgt van mij gratis een volle bus verf. Waar dat u nog gebruik van kunt maken. Maar ik ben het beu. Ik heb de verfransing van Brussel gezien. Ik heb de verfransing van de Rand gezien. Ik heb de verfransing van Halle, van Zaventem gezien. Daarom ben ik naar Heijs Knokke komen wonen. Wel, ik wil niet dat het hier ook maar begint. Want het begint met 1 vinger te geven. En het eindigt. Ze pakken uw arm. Ze pakken uw hele lijf. Ze vragen faciliteiten. En ze krijgen faciliteiten. En daarna worden ze verkozen. En dan worden die gemeentes Franstalig. Le temps du knokke zoet de monsieur Lippens. Hoezeer ik die mens ook respecteer. Want ik vond dat een flamboyant en charmant man. Maar de tijd van dat gevoel is voorbij. Gedaan. Nee. En u raakt mij niet aan. De tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Fini. Schluss. Finito. Finish. Basta. Het is voorbij. Ik wacht hier op de politie. Nee. Ik sta waar ik wil. Ik ben een vrij mens. Ik sta waar ik wil. Dit is geen daad van vandalisme. Dit is een daad van een verdediging van het Vlaams karakter van deze gemeente. Ja, meneer, ik ga staan waar ik wil en u raakt mij niet aan. U raakt mij niet aan, wel ja, maar u moet ook niet duwen. U moet ook niet duwen, ik wacht op de politie, ik ben ongewapend. Ja, maar dan maar doet u de winkel verder. Doet u de winkel verder. Ik sta niet in de weg. Ik sta hier aan de kant. Ik ben hier al jaren een klant. Wat zou ik het personeel voor de fouten van de directie die niet wil antwoorden op mails waar ik hen verwittig. Dat het heibel ging zijn. Wel, als zij nog de moeite nemen om op mails te antwoorden, dan krijgen zij heibel. Dan krijgen zij onzichtbaar maken.